De OAS-vertegenwoordiger in Suriname, Nancy Robinson, heeft vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Edgar Diekant van Regionale Ontwikkeling. De bewindsman werd daarbij ondersteund door RO-directeur Wilco Finissi en enkele stafleden. Er is onder andere gesproken over de inheemse en tribale rechten, de ondertekening van de verklaring van de rechten van inheemse volken door Suriname en de uitvoering van de vonnissen, zoals uitgesproken door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Robinson heeft ook gesproken over de regionale Amerikaanse verklaring van de rechten van inheemse volken die in juni 2015 is aangenomen. Minister Diekant was ingenomen met het bezoek van de OAS-vertegenwoordiger. Het ministerie is reeds bezig om een aantal zaken dat te maken heeft met inheemse aangelegenheden aan te pakken. Het is de bedoeling dat er vervolgoverleg komt tussen de OAS-vertegenwoordiger en minister Diekant om de zorgpunten verder te bespreken.